Moesland, we zijn weer op bouwbezoek. Vandaag zijn we in bijna in Herpen. We zijn bij Willy Tonen, dus dan zijn we bij Goei Geknoei. Ronald, god, wat is de schuur toch weer vol, jongen? Waar ben je aan het maken dit jaar? Ja, wij gaan dit jaar een beetje kleiner bouwen, hebben we gezegd. Maar dat is helaas mislukt. Maar wij hebben dit jaar showtime. Wij maken er één grote show van in Moesland. Hartstikke mooi. Kunnen we iets vertellen over de opbouw? Ja, de opbouw is gewoon anders dan de normale standaard opbouw. En we hebben gewoon alles lekker verdeeld en ja, gewoon ruim gezet. Hartstikke mooi. Je moet het vol doen, zie ik. Dan kom ik bij de volgende stellingen. Wij hebben als Moestos stellingen bedacht. Carnaval in februari of carnaval in mei? Februari. Prins Jarek of prinses Senne? Oeh, dat is een goeie. Ik vind het allebei goeie. Confetti of geen confetti? Heel veel confetti. De laatste stelling. Eerst worden in het Moesland met heel veel chagrijn tijdens het bouwen. Of tweede worden in het Moesland met kei fijn bouwen en iedereen schikt het. Ja, dan ga ik toch echt voor eerst worden. Goed, dit was Goei Geknoei. Op naar de volgende. Volgende club is... we zijn er ook nog. Ja. We staan bij Jorik. Ja. Vertel eens, Jorik, waar ben jullie hier allemaal aan het maken? Nou, we zijn een Wilde Westen thema aan het maken met cowboys. Een huifkar en dan een ezeltje aan de voorkant. Achter een saloon. Midden twee mijnwerkers. Nou, ja, dat is het eigenlijk. Mooi. Tweede jaar dat jullie bouwen, volgens mij, hè? Ja, dat klopt. Ja. Okay. Nou, dan hebben we wat stellingen. Graag een eerlijk antwoord. Prins Jarek of prinses Senna? Oeh, toch Jarek dan. Carnaval in mei of toch carnaval gewoon in februari? Ja, ik ben export, hè, dus ik vind mei wel lekker warm. Kijk, Uurstoren in de grootste optocht met heel veel gezeik tijdens het bouwen of tweede met heel veel plezier? Heel veel plezier. Plezier is belangrijk, sowieso. Zo is het. Confetti of geen confetti? Confetti. Goed, sluit ik hierbij af. Volgende bouwbezoek. We staan in de Waterstraat bij Peter Loeven. We staan bij Olling Dol, met Ruud. Olling Gek. Bij Olling Gek zit hij. Vertel eens, ik zie hier een hele bult ijzer weer, jongen. Ja, dat klopt. Goed gezien. Het is... Oh, ik moet even een beetje zo een beeld hebben. Is dat er al? Nee. Zeker. Ja, goed. Ja, vliegtuigjes. Ja, we gaan iets maken met vliegtuigen. De zin weet ik niet precies, maar dat weet de hommel. Maar die duikt gewoon gauw weg naar schoonlijk. Maar dadelijk kan de camera misschien even naar de hommel draaien. Hommel, wat was ons thema? Gemeente Maashorst. Vlieg ik van start. We zullen toch niet meer in Oslanden. Dus. Politiek correct, oké. Goed. We hebben bij de Moestos dit jaar iets nieuws. We gaan wat stellingen voorleggen. Prins Jarek of prinses Senne? Prinses Senne. Carnaval in mei of toch gewoon carnaval in februari? In mei was het weer wel heel goed. Dus dan, ja. Maar ouderwets toch maar in de kou in februari. Uurstoren van de schoonste van heel de wereld met een hoop gezeik tijdens het bouwen. Of tweede met heel veel plezier te bouwen. Uurstoren. Gezeik krijg je toch wel. Dus, Confetti of geen confetti? Confetti. Dit was de Moestos. Tot de volgende. Volgende bouwbezoek is bij CV Gekekma. En ik sta bij Mark. En Mark, vertel eens, waar ben je hier op het maken dit jaar? Nou, dit jaar zijn wij de crisissen, dus de inflatie en de stikstofcrisis, die zijn wij aan het nabootsen en dan in oud-Hollandse sferen. Dus hier achter ons zie je een koe, ja, en die heeft een hooivork, dus die is het niet eens met het beleid van de stikstof. Kijk, politiek dus. Kun je een beetje vertellen over de opbouw? Nou, we beginnen met een tractor en een koe. En die zit op een kogelgewricht, dus die kan, en ook op een karretje, dus die kan ook rondrijden. En we hebben een oud-Hollandse dame en een oud-Hollandse heer. De dame die zit in de keuken en die heeft het kou vanwege de hoge energieprijzen. En aan de andere kant hebben we last van de inflatie,
Ook een beetje last van de moesmunt natuurlijk. En achterop hebben we nog een huis. En daar zit een slager en een bakker op. En die hebben ook last van de inflatie. Dus die zijn steun aan het trekken. Hartstikke mooi. Je bent al een hele eind, zie ik. Als moesels hebben we 4 stellingen. Die leggen we aan jou voor. Prins Jarek of prinses Senne? Ja, prins Jarek toch, hè? Carnaval in mei of carnaval toch in februari? Ja, zoals het hoort, gewoon in februari, dat is het beste. Maar in de korte box lopen is ook wel leuk. Uurste worden in de mooiste van de hele wereld met een hele hoop gezeik tijdens het bouwen. Of tweede, met heel veel plezier. Ja, je doet het uiteindelijk toch voor het uurste worden. Dus ik denk dan toch uurste worden met een hoop gezeik. Het gezeik heb je toch wel. Zo is het. Hey, confetti of geen confetti? We hebben geen confetti, maar volgend jaar wel. Ik denk dat Jarek wel zat confetti heeft. Hey, dan sluiten we af. Dit was de Moesnos. Tot de volgende. Hey, la, 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 la.